Oh my god, oh my god. Pak die Jedi Knight. Voor iemand die ons nu komt cleanen, ik schiet hem keihard weg. Beam. Yo, kijkers van Loose Walker, nieuwe video. Vandaag gaan we Blitz spelen op de Hypixel server. En ik ga met de Creeper Tamer Kit. Ja, ik ga met de Creeper Tamer Kit. Ik krijg allemaal vragen, jongen. Even kijken, zo en zo. Maar ik wil het eerst even sorry zeggen over de episode van donderdag, want die was vrij slecht. Dat is eigenlijk gewoon, die episode is een typisch voorbeeld van recordings die ik normaal zou verwijderen en opnieuw zou beginnen. Dat heb ik nu niet gedaan omdat ik toch een episode online wilde hebben. Maar dat was volgens mij niet de goede keus. Want die episode is niet goed ontvangen, er is een sub vanaf gegaan, et cetera, et cetera. Ik hou dat allemaal bij. En nou ja, 2 dislikes, et cetera. Het was gewoon niet zo'n goed idee om die shit te uploaden. Toch wel gedaan, ik ga hem nu ook niet offline halen of zo, misschien later nog. Maar nu eventjes niet. Hier hebben we Ice Stone. Sjaak op Sjaak. Er zit hier trouwens een fan in. IJs van Gijs of zo. Leeft hij nog? Ja, IJs 4 Gijs. Dat. Shoutout naar jou. Daarnet zat ik ook met Toxic Daan in game. Helaas heb ik die game niet kunnen winnen. En mijn commentary was ook niet heel goed. Want ik was alleen maar over andere dingen aan het praten tussendoor. Het was heel vervelend. Dat deed ik er net aan het begin ook. Maar ik ga nu proberen mijn verhaal goed te vertellen. Want die video van donderdag verwijder ik dus normaal, niet zo'n goede recording, niet goed gecommenteerd, et cetera. En vervolgens heb ik nog leuk nieuws over mijn PC, want ik ga een nieuwe PC kopen, wat vrij veel mensen weten. Dan kan ik ook andere dingen opnemen, daar heb ik de laatste tijd best wel wat vraag naar gehad. Van, ga je ook nog andere dingen opnemen? Jazeker, dat ga ik doen. En vervolgens wil ik het dus even met jullie erover hebben. Welke PC dat gaat, of nee, wat voor een PC dat gaat worden. Dat wordt, oh nee, wacht, specs heb ik al laten zien. Maar ik heb een leuk nieuwtje over die PC, dat was het. Die PC, die was eerst €721. En dan heb je gewoon een PC waar je op je Minecraft op Ultra kan spelen. GTA op 5, FIFA op high, GTA op high. GTA 5 op high. FIFA op high. Ik weet niet wat deze gast doet, waarom? Taunty. Oké. Zijn trouwens echt ziek stacked, dat is echt niet normaal. Maar FIFA kan je op high spelen. Al die shit kan je gewoon op high performance spelen. Super OP natuurlijk, super leuk. En dan ga ik dat ook proberen op te nemen. Ik heb ook expres mijn RAM uitgebreid. Omdat ik erachter kwam dat GTA 8 GB RAM innam. En ik had eerst 8 GB. Dus dat heb ik uitgebreid naar 16. Dus dat... Nee, wacht, die kill niet. Oh, kak. Wat? Die hits waren heel weird van hem. Want hij ging dood aan falling damage. Wat? Oh, ik hitte hem. Ah, kakje. Ik dacht dat hij dood was. Nou ja, maar die PC heb ik 16 GB RAM ingezet in plaats van eerst 8. Waardoor ik dus wel shit kan opnemen. En nou ja, ik hoop dat het dan mijn kanaal ook gewoon nog meer gaat groeien. Want mijn kanaal groeit al ziek snel. Maar het lijkt me gewoon zo leuk om echt gewoon een grote YouTuber te zijn. En om... om een soort van YouTube mijn baan te maken. Dat helpt me gewoon zo erg. En ik vind het zo leuk om te doen. En jullie support is allemaal super insane. Jullie zijn allemaal heel aardig, et cetera. Het is gewoon, ik vind het heel leuk en zo. Dus ik wil dat zeker proberen door te zetten. En daarom ga ik ook voor een nieuwe PC. Niet alleen voor YouTube natuurlijk, maar wel deels. Hier hebben we iRodGod. Ik denk dat ik hem even spaar. Ja. Ik boom wel even 2 keer, dan teamen we niet helemaal. Maar ik ben nog steeds niet bij het onderwerp gekomen wat ik wilde vertellen terwijl we bijna in de deathmatch zitten. Want die PC was eerst €721. Toen dwaalde ik helemaal af naar wat ik allemaal mee ging doen. Maar die €721 gaat veel minder worden. Dat wordt zo'n 585. Maar dat wordt zo'n €585 omdat mijn vader die shit zakelijk kan kopen. Omdat mijn vader een eigen bedrijf heeft. Dus... omdat dat kan, kan ik mijn PC ook veel sneller halen en hoef ik niet dingen te lenen en zo. Ik hoop niet dat deze gast de hele tijd met je op zijn horse blijft rijden, want die horse is ziek snel. Die PC die wordt dus veel goedkoper en dat scheelt ook een hoop, want als ik dan de volgende maand, dus even kijken, nu heb ik hem ongeveer eind februari. Dan heb ik hem eind, heb ik hem eind februari. En dan vervolgens de volgende maand kan ik alweer mijn nieuwe microfoon kopen. En ik hou nog wat geld over. Ik weet niet precies hoeveel ik voor mijn verjaardag ga krijgen. Dus dat is ook nog even de vraag. Deze gast geeft echt een dikke L. Oké. Ik weet niet precies hoeveel ik voor mijn verjaardag ga krijgen. Maar als het goed is kan ik hem ongeveer eind februari halen.
Aangekomen in de tweede game ga ik het natuurlijk nog even hebben over wanneer en wat ik allemaal met mijn PC ga doen. Want ik ga nu die PC ongeveer halen eind februari. Dan krijg ik uitbetaald van mijn werk. En dan vervolgens kan ik die PC, als het goed is, kopen. Dan duurt het ongeveer nog een weekje, ga ik vanuit, voordat ik hem kan gebruiken. Aangezien ik hem zelf in elkaar moet zetten. En er moet Windows op geïnstalleerd worden door onze ICT-man ding. En antivirus, al die meuk. En vervolgens kan ik die PC dus dan gaan gebruiken. Dat en dan een maand later, dus even kijken, dat is dan 10 april, krijg ik weer uitbetaald van mijn werk. En dan ga ik mijn nieuwe mic plus mijn mic arm kopen. En dat wordt de Samsung C03U uit mijn hoofd. En gewoon de arm die de bakshop daarbij levert als aanbieding. Omdat ik dan zeker weet dat die mic daarin past en het werkt en zo. En niet dat ik een arm koop die niet op die microfoon past. En ja, het voordeel is maar 1 euro. Maar het gaat me er meer even om dat ik een mic, een arm heb die past. Dan dat ik een arm heb die iets goedkoper is. Oké, we hebben een Tim 10. We hebben een kans dat die leggings daarboven liggen. Ja, want het was een Tim 10. We hebben ook een kans dat die leggings gewoon compleet footsie zijn. Maar waar ik het dus over had, is dat die mic plus arm. En ja, dat is natuurlijk super chill. Want dan kan ik hem gewoon ophangen in plaats van dat ik dat ding helemaal neer moet zetten en er dan omheen moet gaan spelen. Want als je hem voor je toetsenbord neerzet, dan moet je je arm in zo'n rare kronkel doen of je speelt niet fijn. En de setting waarin ik nu speel, ben ik gewoon best wel tevreden mee. Ik krijg voor mijn verjaardag een nieuw toetsenbord, als het goed is. En ik heb nog een nieuwe muis op het oog, maar dat is eigenlijk het laatste item wat ik ga kopen. Eerst wil ik mijn mic, dan wil ik mijn tweede beeldscherm en dan wordt het mijn muis. Wat is dit? Ga weg. Ga weg. Dat was zo'n niet legit volgens mij. Maakt niet uit. Maar als laatste ga ik die muis pas doen. Want de muis die ik nu heb is wel prima. Maar ik heb liever gewoon een goede muis. Want deze muis is nogal klein. En de knopjes zijn nogal luid en zo. Ik ben er gewoon niet helemaal. Het is niet echt mijn muis, zeg maar. En voor de mensen die het afvragen. Ik ga de Logitech 408 met draad kopen als muis. En als toetsenbord de Logitech 213. Als toetsenbord, dat is een budget toetsenbord. Dat is een hele, die hele Prodigy line van Logitech is op budget gebaseerd. Want dan kunnen de mensen die bijvoorbeeld niet dat toetsenbord per se willen gebruiken voor gaming, kunnen dat dan gebruiken als toetsenbord voor normaal gebruik, zeg maar. Maar het is ook een game toetsenbord en er zit hele leuke verlichting op, et cetera. Dus dat toetsenbord en dan die muis, die heeft allemaal, daar kan je zelf de kleur van instellen en zo. Allemaal super leuk. Deze gast is nogal suspicious. Ik weet niet precies wat het is, maar het is weird. Oh god. Clean. Oh, dat was mijn fishing rod. Dat was super ongemakkelijk. Oké, nou we gaan voor de blitz. Ik kan er nooit tegen als ik een beetje stil ben. Maar het is zo lastig om soms gewoon een onderwerp te vinden. Dat is niet altijd even makkelijk. Als je zelf YouTube doet, dan weet je dat misschien wel. Oh god, jij bent stacked. Ja, blijf op yours, blijf op yours. Heel goed, heel goed. Oké, nu moet hij niet snel een blitz kunnen callen. Dat hoop ik echt niet. Nee. Oh my god. Pak die Jedi Knight. Voor iemand die ons nu kon cleanen, schiet hem keihard weg. Beam. Oké, grapje, maar we gaan even deze loot oppakken. We hadden nu 3/4 de diamond kunnen zijn. Dit is zo spijtig. Maar die Tim leggings die zijn aan het begin van de game natuurlijk gedisappeerd. En dat vind ik een beetje jammer dat dat gebeurd is. En hij heeft Jedi Knight gecalled. Anders hadden we misschien wel full diamond kunnen zijn. Maar we zijn in ieder geval super stacked. We kunnen nog een Iron Sword met sharpness. En we kunnen die Hypixel Gold wegschieten. Want ik vind hem een beetje weird. Dus ja, we gaan even zo. Oké, we hebben een knockback. Daar ben ik niet heel rauwig om. Maar het is ook niet dat je zegt van yes, knockback. Weet je wel, het is gewoon oké. Het enige wat ons nu in de weg kan zitten, is die damage met die bomen. Maar het is sowieso handig. Oké, we hebben begonnen. Het is sowieso handig dit ding, want je kan iemand letterlijk gewoon keihard wegschieten. Dus ja, we gaan gewoon ons best doen om dit te winnen. Ik drink speed, ik call me taunt. Ik hit dit persoon eventjes. Oké, wacht. Hij wil niet. Dan gaan we voor jou. Want jij bent ook wel een leuk persoontje, waarmee ik wel wil vechten. Dit is super ongemakkelijk, want hij lagt keihard. Wat de... Vlieg weg. Oké. Ik vind het helemaal prima. Nu wil hij wel vechten. Wat de... Waarom hit je me vanaf daar? Doei. Kontje. Nee. Bäh. Oké.
We hebben het gewonnen. Als je deze video leuk vond, laat een like achter. Abonneer op mijn kanaal. Want dat is helemaal gratis. Vind ik ook super leuk. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.